Hallo en welkom op het kanaal van Riri Roze Orakel. Fijn dat je kijkt. Ik ga vandaag een legging doen voor het sterrenbeeld Kreeft voor de komende maand. Ook bestemd voor het ascendant en maanteken. Kijk je voor het eerst naar een video van mij, welkom. Op dit kanaal doe ik intuïtieve algemene leggingen. Het is belangrijk dat je je eigen intuïtie raadpleegt tijdens het kijken van deze video. Dat je zelf aanvoelt wat met jou resoneert en wat niet, dat je dat laat gaan. Ik wil alle mensen bedanken die zich geabonneerd hebben op mijn kanaal. Binnenkort bestaat dit kanaal alweer 2 jaar. Bedankt voor de likes, voor alle lieve berichtjes onderaan de video. Het is altijd fijn om te weten of de boodschappen resoneren of niet. En ik hoop vooral dat jullie kijkers de inzichten die jullie krijgen uit deze video's, dat jullie die ook integreren in jullie dagelijks leven. Dat jullie er wat aan hebben. Daar doe ik het uiteindelijk voor. Goed, voor de kreeft, waar mag de kreeft zicht op krijgen? Waar mag de kreeft zicht op krijgen? De leidraad van deze legging. Ja. Het heft in eigen handen nemen zie ik hier. Vanuit je intuïtie. Vanuit jouw eigen licht. Staan voor je eigen waarheid. Je laten leiden door je eigen licht. Ja, je gaat iets achter je laten. Iets wat je tot op heden... heeft beperkt in het ervaren van vrijheid in het leven. Iets wat niet meer dient. En je ziet ook, zij loopt richting die zon. En dat is waar je focus op ligt. Iets loslaten, zodat je vrij kan zijn om richting die zon te lopen. En ik kan zien dat je al enige tijd bezig bent met het belopen van een pad. En dat pad wat je aan het belopen bent, dat was best een zware reis tot daar waar je nu bent gekomen. Ja, een zware reis.
wel een reis waarin je je gesteund hebt gevoeld. Of tenminste, of je dat gevoeld hebt, weet ik niet. Maar ik zie dat je hierin geholpen bent. En wat je eigenlijk nu wilt, is die bagage die je tot op heden met je hebt meegebracht, die achter te laten, zodat je vrij je pad kan vervolgen. Je hebt veel vanuit het ratio gehandeld. Ik zie hier ook die kap achter tralies, waarbij je minder contact hebt gemaakt met je gevoel. Het gevoel heb je eventjes geen ruimte gegeven. Ik zeg wel eventjes, maar voor de een zal het lang zijn en voor de ander minder lang. Maar het gevoel heb je al een tijd of niet willen voelen. Waardoor je eigenlijk het pad wat jij hebt bewandeld, vanuit het ratio vooral. Dat je vanuit je ratio hebt laten leiden. Wat ik hier voel is dat je op weg bent naar een veilig thuis. Een plek in jezelf waarin je je thuis voelt. Waarin je eindelijk het gevoel hebt dat je kan uitademen. Dat je kan ontspannen. Dat je even achterover kan leunen. Naar die pittige, zware reis. Dat is waar je behoefte aan hebt. Maar wat ligt er dwars? The devil. En wat ik al zei, hè? Je hebt je gevoel even op de achtergrond gezet. En waarschijnlijk was het nodig voor jou om die zware tocht te kunnen maken. Om het te kunnen dragen. Maar dit weerhoudt jou er ook van om richting die zon te lopen. Maar je gaat verder. Want je hebt je focus daarop. Je gaat het achter je laten. Dat wat was, ga je achter je laten. Zodat je vooruit kan kijken. En zoals ik net al zei, want deze ligt bij jou. Je bent op weg om die veiligheid in jezelf te gaan ervaren. Om het licht in jezelf te volgen. Twijfel. Tussen het eigenlijk tussen deze staat de invloeden van buitenaf. De wereld die jij ervaart en dat wat jij waar je naar verlangt. Daar ben je nog eigenlijk een beetje tussen aan het schipperen. Niet echt twijfelen, maar dat is die overgang. Als je het lange tijd zo hebt gedaan en je het nu anders gaat doen, ja, dan moet je je weg daar nog in vinden. Maar waak ervoor dat die gedachten het overnemen.
Vrijheid. Dat is waar je op hoopt. Dat je die gedachten los kan laten, die je hoofdpijn geven, onrust geven in je lijf, ervoor zorgen dat je de stappen niet neemt die je eigenlijk wil maken. Die niet meer de overhand laten nemen, zodat je die vrijheid waar je naar op zoek bent, die innerlijke rust, kan ervaren. En dan ligt deze bij de uitkomst. Ja, erachter komen dat de wereld zoals jij hem aanschouwt, dat dat een reflectie is van wat je van binnen hebt ervaren. Dus dat is eigenlijk wat dit doet. Je ziet de wereld op die manier alsof je gevangen zit. Verstrikt in allerlei gedachten. Het niet meer helder kunnen zien. Maar als je hiernaar kijkt, zie je dat zij dat helemaal niet is. Zij is niet gevangen, ze is niet verstrikt, ze is niet geblinddoekt. Zij is vrij. En daarachter komen. En dat is waar dit proces over gaat. Erachter komen dat jij degene bent die jezelf vrij kan maken. Door dat achter te laten wat jou niet meer dient, en richting die zon te lopen. Zo licht als een veertje, los van alle ballast die je met je meedraagt. Zodat je de vreugde weer kan ervaren, je eigen licht kan volgen. En het heft in eigen handen kan nemen. Om het leven te leven dat jij graag wilt leven. Ik ga nog even een kaart trekken van de Soul Truth deck. What if it was easy? Wat als het makkelijk was? Net zoals zij ziet ook, ze kijkt niet eens meer achterom. Kijk niet eens achterom. What if it was easy? Het hoeft niet hard te zijn. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Roep het universum aan. De sterren, de engelen, God. Vind een oplossing. Als je wist dat de volgende stap makkelijk zou zijn, zou je hem dan nemen? Het is tijd om te vertrouwen op het feit dat het makkelijk kan zijn. You are supported, wat ik al zei. Je wordt geholpen hierin. Je wordt hierin ondersteund. Je mag loslaten. Je mag achteroverleunen nu. Je mag ademhalen. Je bent veilig bij jezelf. Lean into ease staat ook. Leun. Of leun achterover. Het is er al. You just have to say yes to it. Jij bent degene die daarvoor kan gaan. Die daarvoor kan kiezen. Lieve kreeft, dit was jouw legging. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. Resoneerde het met jou? Laat het me weten onderaan de video. Kijk je voor het eerst en wil je vaker een legging zien? Abonneer je dan en klik op het belletje, zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt voor het kijken.
En tot de volgende keer.